Wat gaat er allemaal mis in België en wat is de oplossing? Er zijn te weinig mensen aan het werk. Van alle mensen die kunnen werken, werkt in België maar 71%. Dat zou eigenlijk 80% moeten zijn. Want met een werkzaamheidsgraad van 80% zouden we miljarden euro's extra inkomsten hebben. Miljarden extra om te investeren, om orde op zaken te zetten, om onze welvaart en ons welzijn te beschermen. De regionale verschillen zijn enorm. In Vlaanderen werkt 76% van de actieve bevolking. In Wallonië is dat slechts 65%, in Brussel zelfs nog minder. Het gevolg? De Vlaming betaalt de factuur. Ondertussen doen Wallonië en Brussel nauwelijks inspanningen om hun cijfers op te krikken. Met het confederalisme kan ieder landsdeel zijn eigen weg gaan en zo het beleid voeren dat hij wil. Willen de Franstaligen onbeperkte werkloosheidsuitkeringen? Dan doen ze dat maar. Vlaanderen kan ondertussen haar eigen activeringsbeleid uitwerken. Met het confederalisme wordt iedereen verantwoordelijk voor de eigen rekeningen.